Ja, welkom bij Autisme TV. Autisme doet zich in allerlei variaties voor, van licht tot zwaar. In dit programma gaan we ons richten op de zware problematiek. Mensen met autisme met zware problemen. Ik kan ook zeggen complexe problemen. Maar ja, wat is dan complex? Als je dat vraagt aan een psychiater of een GZ-psycholoog, dan zullen ze zeggen dat er sprake moet zijn van twee stoornissen of meer. Dus autisme en ADHD, of autisme en een angststoornis, of misschien ook wel een trauma. Maar dan spreek je van complexe problematiek. Nou, dat wordt in de reguliere zorg, ik noem de eerste en de tweede lijns, nog wel eens gemist dat het zo complex is. Dan heet het allemaal autisme. Maar er is veel meer aan de hand. Daar gaan we het vanavond over hebben en daar ga ik over praten met mijn eerste gast, José Richters. Welkom. Dankjewel. Ja, wat doe je precies? Ik ben klinisch psycholoog en psychotherapeut en ik werk bij Dr. Leo Kannerhuis bij het Polyteam Volwassenen en bij het Diagnostiek Advies en Consultatieteam. Een hele mond vol. Een hele mond vol en dat laatste, daar gaan we het ook vooral over hebben. Hè? Ja. Ja. Want ja, stel je bent een cliënt met complexe problemen of je bent een behandelcoördinator en je hebt zo'n cliënt met complexe problemen en je voelt dat het eigenlijk niet opschiet. Mm-hmm. De behandeling die loopt niet lekker, mm-hmm. De problemen nemen misschien wel toe, meer angst en depressieklachten misschien ook wel. Wat kun je dan doen? Als dat dus buiten het Leo Kannerhuis is in een reguliere instelling, dan kunnen ze dus het Diagnostiek Advies en Consultatieteam inroepen en om ze te helpen om die behandeling eigenlijk weer vlot te trekken. Of mm-hmm. adviezen te geven, zodat zij daar zelf weer mee verder kunnen. En echt autisme-specifieke kennis op te halen. Ja, nou, jullie zijn derde lijns, heet dat dan. Ja. Hè? Dus dat betekent dat je niet zomaar te raadplegen bent. Ik kan niet thuis als cliënt denken van ik ga even bellen en ik wil eens horen hoe het zit. Nee. Dat moet altijd via een... Nou, er moet altijd een tweede lijns... Ja, een verwijzer moet betrokken zijn, maar er moet altijd een tweede lijns organisatie al betrokken zijn. Ja. Om deze service eigenlijk te verkrijgen. Ja. Even naar die complexe problematiek, hè? Want waar hebben we het dan eigenlijk over? Als je jargon gebruikt bij jullie in de sector, dan heet dat comorbiditeit. Ja. Nou, dat begrip, daar hebben we een animatie over gemaakt om even uit te leggen. Wat wordt daar dan precies mee bedoeld? Wat is comorbiditeit? Stel, je hebt autisme. Je kan dan in meer of mindere mate moeite hebben met de communicatie met andere mensen, of het aangaan van sociale relaties. Of het kan ook zijn dat je vastloopt met organiseren en plannen, of dat je moeite hebt met veranderingen. Sommige mensen met autisme hebben ook last van angsten. En soms is er ook sprake van een dwangstoornis. En je kan daarbij ook nog last hebben van depressieve klachten. Dat kunnen dus heel veel klachten zijn die tegelijkertijd aanwezig zijn. Is dat allemaal autisme? Nee, in zulke gevallen is er sprake van meerdere psychische stoornissen tegelijkertijd. Dat noemen ze comorbiditeit. Letterlijk betekent comorbiditeit een ziekte erbij. Autisme hoeft daar niet per se onderdeel van te zijn. Je kunt ook een depressie en een angststoornis hebben. Bij een goede diagnose worden deze klachten uit elkaar getrokken en apart gediagnosticeerd. Comorbiditeit. Ik zie ondertussen dat er levendig gereageerd wordt in de chat, dus dat is heel erg leuk. En we gaan straks ook de vragen en de opmerkingen die binnenkomen hier aan tafel bespreken. En dan kan je daarop reageren. Komt het vaak voor dat er mensen binnenkomen waarbij de diagnose niet is goed gegaan? Ja, dat komt echt wel heel vaak voor. Op het moment dat inderdaad de diagnose of niet is goed gegaan of andere instellingen komen er niet uit, dan wordt het Leo Kannerhuis of het DAC-team dus ook ingeroepen om een second opinion te doen bijvoorbeeld. Of wat nadere diagnostiek te doen om te kijken of daar niet ook sprake is van autisme. Mm-hmm. Nou, een klassiek voorbeeld is de laatste tijd ook heel duidelijk dat bijvoorbeeld jonge vrouwen of überhaupt vrouwen vaak de diagnose borderline persoonlijkheidsstoornis krijgen. En dat er dan slaat de behandeling bijvoorbeeld niet aan of ze kunnen er niet van profiteren. En dat zijn bijvoorbeeld casuïstieken die we veelal zien en dan blijkt er toch een autisme spectrumstoornis onder te zitten of te zijn. Maar zit dat dan zo dicht tegen elkaar aan? In het geval van vrouwen zit dat vaak heel dicht tegen elkaar aan. Ja. Is dat moeilijk aan de voorkant te zien? Nou, in eerste instantie wel. Ja. Is dat lastig te differentiëren, zoals het ziek heet? Ik pak het toch even op hoor, want stel je komt in de eerste en tweede lijns binnen en je hebt een diagnose borderline, dan wordt er dus een ander soort behandeling ingezet dan bij autisme. Ja. En levert dat schade op? Dat kan wel schade opleveren, in die zin dat ze dus jarenlang in verkeerde behandeling krijgen en zich niet begrepen voelen of dat ze dus niet verder komen. Ja. En ja, dat maakt wel dat dat lastig wordt. Ja. Dan kijken we bijvoorbeeld even naar angststoornissen. Hè? Mensen met angstproblemen. Dat hoor je veel bij mensen met autisme. Hè? Ja. Dat ook angst voorkomt. Of dwanghandelingen bijvoorbeeld. Hè? Dat komt ook veel voor. Wanneer kan je nou zeggen dat dat eigenlijk onderdeel is van het autisme? En wanneer is dat nou een aparte stoornis? Ja, je hebt natuurlijk wel de DSM-classificatie om echt te specificeren wanneer het echt een aparte losstaande stoornis nog is naast het autisme. Maar het zijn wel klachten die ook voort kunnen komen vanuit het autisme. Denk aan overprikkeling. Ja, dat kan ook echt wel die dwangklachten bijvoorbeeld geven of überhaupt angstklachten. Maar het geeft wel, je moet wel echt goed kijken om dat onderscheid te blijven maken. Ja, en op wat voor manier je dus de behandelinsteek doet. Ja, want ik kan me voorstellen dat je vanuit je autisme sociaal wat problemen hebt. Het sociaal functioneren gaat niet zo lekker. En dat je daarom wat minder makkelijk de deur uit gaat. En dat je dan al snel gerend bent in het ontwikkelen van nieuwe contacten. En dat er dan bijna een soort angst ontstaat om sociale relaties aan te gaan. Kan het zo werken? Ja, dat kan zeker. Maar goed, het gaat natuurlijk ook nog om de mate in hoeverre mensen er echt onder lijden. Ja. Of het echt bijvoorbeeld een sociale fobie wordt. Want dat zou bijvoorbeeld ook nog kunnen. Ja. Oké, dan kom ik bij jullie terecht. Ik ga het via een aanmeldteam, geloof ik. Hè? Dan is er bijvoorbeeld een huisarts, een verwijzer. Het kan ook een behandelaar zijn. Zeker. Die zich zorgen maakt en niet verder komt, vastloopt eigenlijk. Die belt jullie op. En hoe gaat het dan verder? Nou, inderdaad, dan komen ze bij ons bij de voordeur binnen. Dus dan is er een aanmeldfunctionaris die aanvraag kan beoordelen. En die zet het dan uit, nou in dit geval dan het Diagnostiek Advies en Consultatieteam. En dan volgt er een intake. En in de intake wordt dat heel goed gekeken wat nou precies de vraag is, wat de verwachtingen zijn. Vervolgens wordt dat overlegd in een multidisciplinair team. En vanuit daar komt weer een advies. En dat kan dus of zijn of we gaan een second opinion doen op het gebied van de diagnostiek. Of we gaan een consultatie doen. Die bij het Leo Kannerhuis zelf gegeven kan worden, maar ook op locatie. Dus daar waar de cliënt of de patiënt behandeld wordt. Ja, maar eigenlijk is het een onafhankelijk advies. Hè? Het hoeft niet per se te leiden tot behandeling in de eigen instelling. Hè? Dat hoeft niet. Dat is natuurlijk wel de wens of de hoop, maar dat hoeft uiteraard niet. Nee, het is echt meekijken. Het is, ja. En hoe lang duurt zo'n traject? Heb je het over maanden of over weken of over dagen? Dat hangt af van de complexiteit weer van de problematiek. Sommige interventies zijn maar 1 keer en sommige interventies duren inderdaad een paar maanden. Dat kan, dat je langer meekijkt. Ja. Voor de volledigheid moeten we ook even zeggen dat dat niet alleen maar bij het Leo Kanner gebeurt. Hè? Je kunt op een aantal plaatsen in Nederland terecht. Hè? Ja. Welke plaatsen? Bij die mensen hebben we nog een speciale afdeling die daarin gespecialiseerd is. Het CCE is bijvoorbeeld ook nog een instelling waar dat kan. Ja, het zit in Utrecht, hè? Onder andere, ja. En het SAR, hoor ik ook wel. SAR bij Parnassia. Ja, Parnassia, dat is wel echt ook voor volwassenen, maar dat klopt, ook. Ja. Nou heb jij ook onderzoek gedaan, hè? Naar de resultaten binnen het DAC-team. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Ja, ik heb vooral onderzoek gedaan in hoeverre het DAC-team dus effectief is. En ook of het wel naar tevredenheid verloopt wat die mensen krijgen. Dus wat behandelaren krijgen, wat verwijzers vragen. Nou, die cijfers zijn heel positief. De cliënten zijn heel tevreden. Die geven gemiddeld een 7,4 als rapportcijfer nadat ze een consultatie hebben gekregen. Behandelaren die de consultaties geven, dat is wel bijzonder. Die zijn vaak wat meer bescheiden. Die hebben het idee dat ze soms net niet genoeg doen. Terwijl de vragers, de verwijzers, die zijn wel heel enthousiast. Die zijn wel heel tevreden. Is dat valse bescheidenheid? Ja, ik denk dat het valse bescheidenheid is. Ja, dat ze best weer trots mogen uitstralen. Ja. Want ze zeggen echt dat ze heel veel aan de behandeladviezen hebben. En dat ze daardoor ook verder kunnen komen in de behandeling. En dat ze op echt expertise verwachten en ook krijgen vanuit het team. Dus dat is eigenlijk wel iets om trots op te mogen zijn. Ja. En dan zou je zeggen, dat voorziet dus ook in een behoefte, blijkbaar. En dat op een goede manier ook, in een behoefte. Moet dat niet veel meer van de daken worden gezet? Moet dat niet veel vaker worden gedaan ook? Nou, expertise inroepen? Ja, dat zou je wel willen, ja dat zou, en ik denk dat het ook zou mogen. Ik denk dat het een beetje een dilemma is dat... Wat mensen hebben aangegeven van wat nou moeilijkheden zijn om bijvoorbeeld een DAC-team in te roepen, is dat ze denken dat ze heel ver moeten reizen daarvoor. En dat ze onvoldoende bekend zijn met het feit dat ze ook op locatie kunnen komen. Of dat het telefonisch kan. Dus dat er veel meer flexibel ingezet kan worden. En ja, het is nu nog veel van mond-tot-mond reclame, waardoor het DAC-team goed benaderd wordt, maar nog niet vanuit andere kanalen. En ik denk dat dat nog veel meer bewandeld zou mogen worden. Ja, maar toch nog even terug naar die problematiek. Hè? Want dat is, zoals in het begin werd geschetst, dat kan een hele complexe puzzel zijn, hè? Om uit te vinden wat er nou eigenlijk allemaal aan de hand is. Dat is ook wel een opgave, hè, voor de eerste en tweede lijns, om dat daar al op een goede manier te herkennen? Absoluut, ja. Wordt dat voldoende herkend, denk je? Nou, ik denk dat er steeds meer expertise komt, ook binnen de reguliere tweedelijns GGZ bijvoorbeeld. Maar dat een DAC-team of een dimens nog steeds wel voorop loopt, mogelijk in die kennis. Mm-hmm. En dat ze daardoor best, maak gebruik van de consultatiefuncties die er zijn en leer daarvan. Ja, want om hoeveel consulten gaat het dan? Heb je daar een idee bij? Op jaarbasis bijvoorbeeld, in de organisatie. Gebeurt dit veel? Het gebeurt zeker veel, ja. De precieze cijfers moet ik je nu even... Nee. Dat kan ik je niet noemen, maar ja, dat gebeurt zeker. De aanvragen zijn er en de wachtlijst is er helaas ook. Oh, die is er ook? Ja. Het zijn alleen maar wachtlijsten, hè? Ja, dat is een probleem. Ja. En als je het dan hebt over expertise, kennis hebben, het woord valt vaak, hè? Ja. En ik hoor ook in de reguliere zorg, de tweede lijnzorg, ook regelmatig... praten over expertteams rond autisme. Jullie zijn een expertteam. Het is ook wel moeilijk om door de bos toch de bomen te zien, hè? Ja. Wat is nou jouw advies aan mensen die nu zitten te kijken en denken van... misschien is er bij mij ook wel sprake van complexe problematiek. Wie kan dat voor mij aan elkaar trekken? Ja, nou, ik denk dat als mensen zitten te kijken en dat ze bij zichzelf herkennen... denk ik in eerste instantie naar je eigen behandelaar gaan. Want inderdaad, ik denk dat er steeds meer expertise ook in de reguliere GGZ komt. Maar op het moment dat die behandelaren vastlopen... ja, dan is het best een suggestie om bijvoorbeeld een DAC-team in te laten vliegen... om mee te denken en mee te helpen om die behandeling weer vlot te trekken... of in ieder geval weer verder te kunnen komen. Ja. Oké, dankjewel voor dit gesprek. U bedankt voor het kijken en voor alle reacties en opmerkingen. En we zien u graag terug bij de volgende uitzending van Autisme TV.